De eiwitten in ons lichaam die uit ons DNA worden gevormd, zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen variaties in onze genen hebben, zijn we allemaal genetisch een beetje anders. Dit maakt dat we allemaal op een andere manier kunnen reageren op medicijnen. BCHE is een gen dat het enzym pseudocholinesterase produceert. Het enzym wordt geproduceerd in de lever en komt in de bloedbaan terecht waar het actief is. Dit enzym is verantwoordelijk voor de afbraak van verschillende medicijnen en met name spierverslappers. Spierverslappers worden voornamelijk gebruikt bij algemene anesthesie en kunnen bijvoorbeeld in noodgevallen worden toegediend. Genetische variatie in BCHE kan ervoor zorgen dat cholinesterase niet goed functioneert, waardoor spierverslappers niet goed worden afgebroken en bij een iets hogere dosis iets langer in het lichaam blijven.